Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Evil Arlof Show. Met vandaag weer een aantal leuke onderwerpen, maar eerst de sponsor van vandaag. De sponsor van vandaag zijn heldhaftige mannen die met fietsen gooien tegen motorrijdende dieven. Wat doe je namelijk op het moment dat je twee jongens een scooter ziet stelen en je hebt de fiets in je hand? Inderdaad, dan knetter je die gewoon keihard er tegenaan, zoals in het volgende filmpje. Een geintje maken is soms leuk, maar je moet wel weten waar je een geintje maakt. Een Duitse man had namelijk een geintje gemaakt op het vliegveld tegen een maat van hem dat hij een explosief in zijn broek had zitten. Het was niet de allerslimste beslissing aangezien hij daarna is opgepakt, zijn gezin niet op vakantie is gemogen en hij ook nog een boete heeft gehad van 1000 euro. Dat is toch wel erg jammer dan inderdaad. Gelukkig heeft de beste man wel uiteindelijk verteld dat het om een geintje ging, want anders had hij ook nog inderdaad een aanklacht aan zijn broek kunnen hebben en 3 jaar gevangenisstraf kunnen hebben. Toch een zuur begin van je vakantie. Zeker als je de vakantie ook nog eens niet teruggestort krijgt. Dus 1000 euro kwijt, niet op vakantie, het vakantiegeld kwijt en nog een tijdje bij de politie zitten. Zat hem niet mee. Laatst hadden we al een drive-in restaurant, maar ook de trein maakt het woord waar, wat ze altijd zeggen. Je kan namelijk met de trein tot in het hartje van de stad komen. Dat is tenminste wat ze beweren. En een Finse treinmaatschappij heeft dat wel heel erg letterlijk genomen. Die hebben namelijk hun passagiers niet alleen voor het hotel afgezet, maar zelfs in het hotel. Hoteleigenaar was er niet helemaal happy mee, want ja, het kost hem wel zijn voorgeven. Maar je moet er als treinmaatschappij iets voor over hebben om je passagiers thuis af te zetten. Of in dit geval in het hotel. Erg netjes, goed bezig en zo krijgen we de kwaliteit van ons openbaar vervoer wel omhoog. Nou ben ik alleen benieuwd of ze ook op tijd waren. Of de trein vertraging had. Iemand het weet? Links hieronder. Dan een verbod van de Franse overheid waar ze op zitten te werken. Dat is namelijk dat je niet meer mag schreeuwen tegen je vrouw. Klinkt op zich logisch. Je kan op die manier huiselijk geweld voorkomen. Maar wat nou als je vrouw half doof is? Mag je dan wel tegen haar schreeuwen? Vraag ik me af. Ik hoop dat ze daarmee rekening gehouden hebben en dat dat misschien een uitzondering op de regel is. En ik probeer zo snel nog even een ander voorbeeld te verzinnen waarin je tegen je vrouw schreeuwt. Behalve, schat, is het eten al klaar? Wanneer kan je legaal tegen je vrouw schreeuwen? Of je vriendin? Ja, je weet waar je in moet posten. Ik kan echt niks bedenken. Nou ja, misschien dat het dan alleen maar goed is om op deze manier huiselijk geweld te voorkomen. Dan de stoeipoezen van Tiger Woods. Hij zou 12 vriendinnen erop na hebben gehouden. En wat kan je dan met 12 vriendinnen beter doen dan er een kalender van maken? Het Duitse Bild dacht op dezelfde manier en heeft alle 12 vriendinnen van Tiger Woods in een kalender verwerkt. Die je, links in de zijbar, kan downloaden. Ik weet nooit welke kant ik op moet wijzen. Het is misschien niet de beste kalender, het zijn misschien niet de beste foto's, maar toch altijd leuk inderdaad om van stoeipoezen een kalender te hebben. Met dat leuke berichtje ga ik vandaag de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Voor meer informatie links in de zijbar. Comments hieronder en tot vrijdag.